Uh, had je druk met het factchecken deze week? Jazeker, want uh, er is natuurlijk van alles weer gaande. En uh, er, nou, we, wachten, we hebben het al over een aantal onderwerpen gehad. En dat blijft ook nog steeds gaande. Uh, maar dit keer uh, een nieuw onderwerp. Uh, dat is de speeltuin. Ja, het is uh, nog een week of twee. Hè? En uh, het, uh, nou ja, het, het geheel nadert misschien een beetje. Nou, een kooppunt wil ik niet zeggen. En een hoogtepunt ook niet. Maar je merkt wel dat er, uh, dat er heel veel uh, activiteit is op social media. Ik zei het net al. Er uh, worden campagnes gevoerd. En um, ja, ook als wij iets op onze website zetten, dan zijn er heel veel uh, reacties. En ik moet zeggen, het, uh, we hebben dan uh, zo'n mededeling op onze website staan dat uh, respectvolle comments welkom zijn. Dat zijn ze niet altijd overal. Nee, maar dat, dat vind ik ook jammer van zo'n referendum. Dat het gewoon een, uh, heel veel mensen echt wel tegen, lijnrecht tegenover, tegenover elkaar komen te staan. En vaak ook niet op een leuke manier. Dus dat, uh, ja, dat schijnt er dan bij te horen bij een referendum. Uh, maar goed, dat, ja, daar we, gaan wij niet over. We hebben het er vorige week even over gehad. Hè, dat, uh, dat we niet de illusie hebben en dat niemand, denk ik persoonlijk ook, de illusie moet hebben... dat we de voorstanders overtuigen of de tegenstanders overtuigen. We richten ons juist op die mensen die eigenlijk nog niet zoveel informatie hebben... en die geïnformeerd willen worden. Juist. Ja. En de speeltuin is een, uh, is een belangrijk onderdeel. Hoe, hoe, hoe zit het met die speeltuin? Hoe ziet de gemeente die speeltuin? Ja, die speeltuin die ligt nu direct naast de hockeyclub Roomburg. En een van de grote wijzigingen die dus door dat plan zou plaatsvinden in het park... Is dus dat er een extra uh, multifunctioneel veld, wat ook een hockeyveld is, bij zou komen. En daarvoor moet dus de speeltuin, die nu naast de hockeyclub ligt, die moet daarvoor opschuiven. Dus die komt dan naast het nieuwe veld te liggen eigenlijk. Um, ja, en, en hoe het nu omschreven staat in dat plan van de gemeente... is dat het een natuurlijke speeltuin met een open karakter moet worden. Uh, deels afgeschermd voor de jongste jeugd. Uh, oppervlakte van de speeltuin wordt iets groter dan, dat nu, dan nu, zoals het staat ingetekend. Uh, er staan op de plaatjes zijn er ook meerdere bomen in de speeltuin te zien... En uh, er is, ligt nu op dit moment uh, vrij veel kunstgas in die speeltuin. En de gemeente geeft zelf aan dat het niet de bedoeling is dat dat kunstgas ook weer terugkomt. Maar zometeen meer dus over deze, deze dingen er is nog wel wat meer over, over te zeggen ook. Um. Dus, dus dat, uh, ja, de, de, de belangrijkste vraag is: en ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik stel hem toch. Ziet iedereen het als een verbetering? Nee, dus. Nee. Uh, nee. <laughs> Want er zijn ook tegenstanders van het hele plan. en ook uh, die mensen die ook echt wel bezwaren zien uh, bij, de, bij de speeltuin. Nou, wat zijn dan die bezwaren? Uh, dat, dat er minder speelruimte over zou blijven in de nieuwe speeltuin. Uh, onder andere door dus die extra bomen die ingepland staan. En daar uh, wordt ook wel aangegeven, we Zij zijn natuurlijk blij met meer groen, meer bomen. Maar uh, ja, er staan toch 30 bomen binnen die grens, waarvan 18, als je ze telt, op dat plaatje echt in die speeltuin. Ja, en, en daardoor zou je niet meer zoveel speeltoestellen ook terug kunnen brengen. Het gaat ten koste van de speelruimte. Want ja, onder een boom kan je niet meteen ook weer een speeltoestel plaatsen. Uh, daarbij ook nog dus uh, zeggen ze, er staan minder speeltoestellen ingetekend. En uh, een belangrijk uh, argument is een, uh, dat in dat inrichtingsvoorstel uh, dat het dus gaat om een open speeltuin. En in de, de versie van het plan uh, stond, of staat, uh, daar dus zometeen nog even een puntje van aandacht op. Uh, dat het een uh, openbaar. Uh, gebied ook moet worden met dus een deels geomheinde speeltuin. En dat zou dan voor de jongste jeugd zijn, uh, waarbij dan het argument is dat dat niet goed is, omdat dat gevaarlijk is. Uh, nou, de kinderen moeten dus onder toezicht staan van de ouders, omdat ze anders kunnen weglopen, uh, in het water kunnen vallen. Er zouden wandelaars met honden bij kunnen, wat gevaarlijk kan zijn voor de kinderen. En ook uh, fietsers zouden dan nog met een wandelpad erdoorheen kunnen. Of een fietspad in dat geval. Dus uh, de veiligheid komt in het geding. Dat, dat zijn de, de argumenten die worden, worden aangehaald. Maar zijn dat argumenten voor of tegen? Uh, tegen dus. Dus uh, als ik goed begrijp, de veiligheid is in het geding. Omdat ja. er. Wel of geen hekken staan? Omdat er deels hekken zouden komen. <laughs> Omdat het deels hekken Ja, nu is een ja. speeltuin is natuurlijk helemaal omheind. Dus ja. ouders kunnen hun kinderen daar gewoon met een gerust hart laten spelen... zonder de hele tijd maar te moeten opletten... Ja. of er niet uh, een slootje zit waar iemand in kan vallen. Want het is Komt. een speeltuinvereniging hè, op ja. dit moment. Dus ja. er is ook een gebouwtje bij. Daar kunnen ouders een kopje koffie ja. krijgen. En uh, nou ja, et cetera. Ja, klopt. Uh, maar ja, ik zeg het al. Het zijn een paar puntjes om toch even aandacht voor te hebben... Want dit plan, nou, daar is, is natuurlijk al jaren aan gewerkt. En op ja. een gegeven moment is dat plan uh, naar de gemeenteraad gegaan, het inrichtingsplan, zodat uh, ja, men er iets van kan vinden. En op een gegeven moment, zo gaat dat in een politiek proces, kunnen ook um, partijen kunnen daar weer voorstellen op indienen om het uh, aan te laten passen. Nou, zo is bijvoorbeeld een deel van dat hele plan eruit gehaald, waardoor 1,5 miljoen is bespaard. Nou, dat soort dingen kunnen dus nog wijzigen aan zo'n plan. Dus wat ik net zei van zo'n open speeltuin met uh, deels omheind, dat stond in dat eerste plan. Maar nou is er in afgelopen november, toen dus alle partijen nog een keer wel uh, wijzigingen wilden doorgeven bij dat plan, is er een motie aangenomen van het CDA. En een motie betekent niet dat het 100% zo moet gebeuren, maar wel uh, als die motie wordt aangenomen betekent dat dat een groot deel van de gemeenteraad of de meerderheid in ieder geval daarachter staat. Dus wil dat dat eigenlijk zo uitgevoerd wordt. Um, en de gemeenteraad is uiteindelijk de baas. Ja. Dus je kan ervan uitgaan dat als een motie wordt aangenomen, dan is het, dat is wel wat waard. Nou, wat staat er nou in die motie? Uh, dat veiligheid voorop staat. En om dat te waarborgen, is een omheining om de hele speeltuin noodzakelijk. Dus het klopt dat dat eerst niet in het plan stond. Maar met deze motie uh, ja, wordt er dus gezegd dat het moet wel in zijn geheel omheind moet worden. Dat is een politieke wens, dus eigenlijk. Zeker. Ja, ja. Uh, daar, er staat ook in de huidige netto-speelruimte. en de speelwaarde van het huidige aantal speeltoestellen moet worden behouden. Of wordt behouden. En daar staat ook nog in het groen en toevoegen van bomen is wenselijk. Maar dat moet wel in overleg met de BSO en de speeltuinvereniging, zodat het uh, zo gebeurt, zodat het aantal speelmogelijkheden gelijk en gewaarborgd blijft. Dus, dus die, um, de zorgen die, die ook de speeltuinvereniging heeft van de, voor de veiligheid, of er wel genoeg ruimte is, uh, of er nog evenveel speeltoestellen terugkomen, ja. door deze motie uh, wordt het dus. Wordt daar eigenlijk gehoor aan gegeven aan die zorgen. Dus stel dat het plan uitgevoerd gaat worden, dan gebeurt dat op deze manier... en datgene wat er in de motie aan is genomen, wordt dan ook uitgevoerd? Ja, nou is een motie nooit, dus nooit 100%. Uh, het is geen verplichting, maar het is wel een oproep... waar dus uh, een meerderheid van de gemeenteraad achter staat. Dus het is wel fijn voor de speeltuinvereniging om dat in handen te hebben natuurlijk... En wat vindt die speeltuinvereniging daar zelf van, eigenlijk? Ja, ik wil nog een paar cijfers okay, voordat ja, we... De, tink, de, ja. de, want inderdaad, is een belangrijke vraag. Maar uh, nog even om te zeggen... want nou komen er dan ook daadwerkelijk minder speeltoestellen... Min, uh, en die 30 bomen en zo. Ik heb het allemaal, want je hebt dan plaatjes... en dan ga je tellen en dan denk je... oké, okay, acht speeltoestellen, inderdaad, uh, nou, 18 bomen, 30 bomen. Maar is dat nou ook dat dat er dan daadwerkelijk zo komt... Als dat als dit voorstel wordt aangenomen. En dat is wel een heel belangrijk iets om te weten. Dit plan, wat hier nu ligt, is een inrichtingsvoorstel. En hierna komen nog allerlei fasen in, in dat proces. waarbij uh, echt de uitvoering komt. Dus waarbij nog allerlei dingen kunnen veranderen. Dus ook dingen zoals 30 bomen. of 8 speeltoestellen. of 20 speeltoestellen. dat, dat cijfer is er gewoon nog niet. Dus je dat kan maakt, ook, dat maakt het wel lastig om een. Dat maakt het te heel ja. lastig dat we dus eigenlijk nu over iets moeten gaan stemmen. wat er in contouren ligt. En de plannen liggen er maar. dingen zoals acht speeltoestellen of dertig bomen. dat ligt gewoon nog niet vast. Dat, uh, ja, daarbij worden dus ook dingen zoals zo'n motie. en nog uh, input van allerlei partijen. wordt daar gewoon nog in meegenomen. Dus eigenlijk kunnen we, daar, we kunnen daar niet met cijfers gaan smijten. en zeggen het is goed of het is slecht. want. Maar een gemeenteraad kan dan, en, en dat hebben ze dus ook gedaan destijds uh, uh, ja zeggen tegen zo'n inrichtingsvoorstel, terwijl ze ook nog niet precies weten hoe ja, het eruit komt te zien. Dan. Maar ze hebben natuurlijk nog wel de macht om bepaalde dingen wel of niet uh, door te laten gaan. Omdat de gemeenteraad uh, die, die gaat er uiteindelijk over. Dus eigenlijk uh, ja, of je nou voor of tegenstander bent, uh, wat je ook van die speeltuin vindt, het staat dus eigenlijk nog niet 100% vast. Ja, klopt. Dan vroeg jij nog, uh, wat vindt de speeltuinvereniging zelf? Ja, dat lijkt me ook wel. Een, ja, nou, zij willen, uh, zouden het liefst gewoon willen blijven zitten. Want ze zitten er goed. Een tijdje geleden is het er ook opgeknapt. Uh, het is nu veilig. Veel speeltoestellen, Populaire speeltuin waar veel kinderen komen, willen het liefst blijven zitten. En ze hebben dus de zorg over wel die speelruimte en die veiligheid, die nu wel deels is weggenomen. Um, maar zij geven zelf dus aan als speeltuinvereniging zelf. willen zij geen stemadvies voor of tegen geven. Ze vinden het vooral belangrijk dat de mensen goed geïnformeerd zijn. Ja, dus er was wat commotie hier en daar. dat er een, 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 een commentaar van de speeltuinvereniging. ergens geciteerd werd uh, op, een, op een website of in een artikel. Uh, en dat werd dan een beetje naar een bepaalde kant toe getrokken, zal ik maar zeggen. Maar de speeltuin die uh, zegt met nadruk: wij, zijn, uh, ja, wij staan daar onpartijdig in, zal ik maar zeggen. Ja. Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Uh, wat moeten we verder nog weten van uh, de speeltuin? Zijn er nog dingen die je nog nader nou, gaat ontzoeken, zoals uh, onderzoeken? Zoals ja, nog een uh, kleine nabrander, maar dat komt ook weer terug in straks het grotere geheel van hoeveel kunstgas bijvoorbeeld komt er nou terug in dat park? Hoeveel groen komt er wel of niet terug in dat ja. park? Dat er nu dus 450 uh, vierkante meter ongeveer uh, aan kunstgas in die speeltuin ligt. En het uitgangspunt is om dat niet terug te brengen. Dus wat dat betreft wordt het wel weer een stukje groener. En wat komt er dan voor in de plaats? Echt gras? Of? Ja, dat, dat, dat hangt weer niet. van het inrichtingsvoorstel dat, af. Ja, ja. Of nou ja, van het uitvoeringsvoorstel. Van het uitvoeringsvoorstel, ja. Gedeelt, ja. ja. Goh, toch af en toe ingewikkeld. best ingewikkeld. Zeker, eh, het is ingewikkeld. Ja. En als mensen, net als ik, het een beetje ingewikkeld vinden, waar kunnen ze meer informatie vinden? Je zet alles weer op de website, sleutels. Ja, dit, komt waarschijnlijk dit weekend uh, wordt dit verhaal weer gepubliceerd. Oké, okay, en ja. wat gaan we volgende week factchecken? Ja, dan is het dus echt de bedoeling om, die, om dat groen. Uh, dat is een, een groot het verhaal, het groen in het park, hoe groen wordt het, wordt het wel of niet, blijft het wel of niet. Ja, dat is een beetje de inzet, denk ik. Hè? Ja. Houden we het groen of, of krijgen we minder groen? Dat is uh, oké. Okay. Nou, volgende week deel 4 van onze Fact Check. Rianne van Kleef, dankjewel.